Rotterdam, Noord-Holland, Brabant. Het zijn 12 jonge vakmensen en ze komen overal vandaan. Dus heel Nederland is vertegenwoordigd. Ze zijn de beste, 12 beste kandidaten. Recht, vlak, haaks. De 12 jonkies metselen tegen elkaar op het terrein van de bouwschool in Breda. Dit is het eindresultaat, zo moet het worden. De uitdaging is het metselen van een stenen bank, een zogeheten zit-element. Het wordt een pauzeplaats voor onze jongeren die hier op school zitten, dus het wordt in gebruik genomen. En wie zijn bank het allerbest metselt? Ik heb geen concurrenten. Die mag zich Nederlands kampioen noemen. Een goede metselaar, ja, dat is al eigenlijk al, begint al, dat je secuur kan werken. De 12 kampioenen in spe worden onder meer beoordeeld door een hele oude rot uit het vak. Juryvoorzitter Jo Bogers. Die in zijn handjes heeft om van iets lelijks toch iets moois te maken. En dat is wat wij hier mee willen geven. Ik ben Willem van Puimbrink, ik ben 16 jaar en ik kom uit Kasteren. Het gros van de jonge vakmensen komt uit een familie waarvan al meerdere generaties werkzaam zijn als metselaar. Papa is metselaar. En ons pap zijn opa was ook metselaar. Ja, en ik ben eigenlijk op beroep gekomen dankzij ons pap. De jonge metselbinkies, kampioen of niet, die gaan een gouden toekomst tegemoet. Want werk zat. Ja, ze zeggen van wel, want de vergrijzing breekt aan. Er komen heel veel mensen tekort. De oude garde raakt eruit door de crisis. En we komen dadelijk in de verval. Ja, ik denk zeer zeker dat er een toekomst is voor jongens die technisch opgeleid worden. Het zijn jongens die, er zal toch altijd met handjes gewerkt moeten worden. En niet iedereen kan achter een bureau gaan zitten. En er komen niet heel veel jongeren in de bouw, dus voor ons is er veel werk straks. Vrijdag zijn de deelnemers uitgemetseld en wordt de Nederlands kampioen bekendgemaakt.